Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. Weer Jumbo online boodschappen gedaan. Best wel veel dit keer. Dus laten we snel kijken. Want ik begin met de eerste week van het vierde boek van Project Gezond. Dus ik heb echt hele gekke boodschappen. Laten we kijken. Weekmenu ga ik delen met jullie. Dus kijk snel mee. En we gaan van start met de koelkast en de diepvriesproducten. Het zijn heel veel boodschappen. Dus laten we snel beginnen. Ik heb hier 1,5 liter halfvolle melk. 2x Optimal drink, maar dan van het Jumbo merk. Ik heb mango smaak, mango passievruchten en de frambozen smaak. Ik heb rode kool voor in de diepvries met appeltjes. Hamburgertjes, 2 pizza's, een Diavola en een Texas. Die is van Big American en deze van Dr. Oetker. Trouwens, ze zijn allemaal Dr. Oetker. Ik heb hier een lactosevrij yoghurt. Bevalt me toch beter dan de gewone yoghurt. Een Campina caramelfla. Jumbo merk is uitverkocht, dus ik heb het van Campina genomen. Bleekselderij, dat is voor een recept. Heel veel recepten trouwens deze week. Witte druifjes. Een zuivelspread van het Jumbo merk. Ik denk ik ga dat eens proberen in plaats van Philadelphia. Jong belegen plakjes kaas. Kaasblokjes voor in de salade. Die zijn echt super lekker deze. 2x roomboter, ook voor een recept. 2x bak en braden, voor vlees in te braden. Gerookte zalm, ook een recept. Riblap, ook voor een recept. Kipfilet. Volgens mij was het deels een recept. En ook voor Michella bijvoorbeeld om kip met rijst te maken. We gaan best wel dingen eten die zij niet lekker vindt. Griekse yoghurt. En dan gaan we even helemaal naar deze kant. Hier heb ik nog een bloemkool liggen. Appeltjes. Deze zijn ook voor een recept. Die zijn voor een appelcompote of zoiets te maken. En afbakbroodjes. En nog veel meer koelkastproducten. Ja, het is het vierde boek van Project Gezond. Dus er zaten heel veel nieuwe recepten tussen. Ik heb hier spersieboontjes. Ik dacht even makkelijk al gedopt en al zo de pan in. IJsbergsla, een zakje. Poffertjes, want er gaan echt wel dingen gegeten worden die niet zo lekker zijn. En ik dacht van nou, de kleintjes komen ook slapen. Kan Fleur mooi poffertjes eten. Dat. Krulsla melange. Ik heb hier worteltjes. Champignons. Mandarijnen. Een stukje gember. Ik heb kinderkwark toetjes voor de kinderen. Appeltjes, wel gewoon als fruit te eten. Citroenen. Dit is Japanse bosgroente. Spruitjes. Ik vind ze niet lekker. Maar er is een recept dat ik ga maken. En dat, ja, dat heeft dus ook spruitjes in zich. Het is niet de hoofdgroente. Dus het is niet dat je alleen spruitjes eet. Maar in ieder geval, als het gemaakt wordt, zal ik het filmen. En ook laten weten of ik het lekker vond. Want spruitjes en ik, dat is meestal niet zo'n hele goede combinatie. Maar ik ben heel benieuwd naar dat recept. Pompoenblokjes, roompaté, platte peterselie. Ik heb hier aardappelschijfjes en ik heb krieltjes, wat grotere krielen. Ook een recept. Salami voor het brood en grillworstkaas. Die is niet goed gegaan, want dat moet kipfilet, gerookte kipfilet zijn. Dat hebben ze verkeerd gedaan. Maar ik denk dat Steven, misschien dat Tim dit ook nog wel lust. Fleur misschien ook wel. Ja, het komt wel op. Het kan gebeuren een keer een foutje. Maar ik ga het volgende weer neerzetten. En het volgende staat ook klaar. Het zijn echt inderdaad hele andere boodschappen dan anders. Ik heb hier verkade kokoskoekjes. 2x digestive met chocola. Een bokbiertje. Dat is voor een recept. Ja, ja. Niet om op te drinken. Dat is voor een recept. Granola, nuts en seeds. Ik ben ze een beetje allemaal aan het uittesten welke ik de lekkerste vind. En nou, deze was nu in de beurt. Fusilli voor een receptje ook. Bestonje koeken. Een zelfrijzend bakmeel. Ik heb hier een runderbouillon. Ik heb maar even kant en klaar gedaan. Anders moet ik heel veel van het recept zelf gaan maken. En ik dacht, dan heb ik dit vast kant en klaar. Sesam knekkenbreud van het Jumbo merk. Dit had Steven besteld. Fuse Tea Green Tea Lime Mint. 2 treetjes met blikjes.
Ik heb hier green tea with honey. Daar heeft hij er 4 van. En bruisend framboos en cranberry van Bubbelfris, 2 blikjes. Ik heb hier doekjes voor het aanrecht. Fresh lemon drink, een treetje met blikjes. Triangelbroodjes, meer graan om af te bakken. En rijstwafels. En ik heb het laatste ook allemaal even bij elkaar gezet. Ik heb hier Yoghurtlino banaan. Gewone bananen, lekker groen nog, dus die kunnen een tijdje mee. Tenminste, meestal zijn ze 4 tot 5 dagen houdbaar. En dan moeten ze ook wel op zijn. Augurken. Koffiemelk. Dit is dille, gedroogde dille. 2 appelsap van het Jumbo merk. Aardappelen waren 2 voor 5 euro. Dus ik heb 2 zakken extra grote kruimige aardappelen heb ik. Gezouten pinda's voor een recept, niet om te snacken. En een tonic. 2 maal van die Sunbreaks multigrain chips. Michella. 4 maal fusty mango. Paprika's, drie met z'n drietjes in een zakje. Ik heb hier Liga biscuitjes. Eieren. Volkoren tortilla wraps. Always. Witte bolletjes, voor bijvoorbeeld hamburgers te maken. Keukenrollen, 3 halfjes fijn volkoren. En dan gaan we weer even terug naar deze kant. Heb ik hier 2 komkommertjes. Kruiden, laurierblad en kruidnagel, ook voor een recept. Sjalotjes, ja, die koop ik ook nooit, is ook voor een recept. En hier heb ik nog uien. En hemel op de grond heb ik nog... kattenbak grind. Ja, dat waren de boodschappen. Was best veel geld kwijt. Ik was bij elkaar 172 euro kwijt. Maar ik had ook wel heel veel recepten. En een aantal daarvan, of 1 of 2, ga ik ervan delen in de weekvlog. En voor de rest komt het een andere keer wel weer terug. Het wordt het een beetje heel veel recepten delen. Ik denk niet dat Project Gezond daar heel erg van blij van wordt als ik dat doe. Ik laat jullie even het weekmenu zien. En dan ben ik zo weer terug. Die hangt weer aan de koelkast. Hangt een beetje hoog. Dus ik trek hem even iets naar beneden. Zodat ik ook mee kan lezen. Zo. Dus van weekschema-menu is trouwens van My Lovely Notebook. Als jullie het je afvragen. Op maandag eten we aardappelen. En runderriplap. Dus draadjesvlees en rode kool. Dinsdag aardappelen, bloemkool en vissticks of kipfilet. Woensdag rijst, kip, Japanse wokgroenten. Dat is ook een Project Gezond recept. Maar gewoon alles door elkaar, niet echt een recept of zo. Daar eten we 2 dagen van. Want de kinderen eten hier. Of hier eet. Tim heeft een feestje, Sanne heeft paardrijden. Dus die eten allemaal niet mee dan. Dus dan houden we nog genoeg over voor de volgende dag. Vrijdag wraps met zalmfilet is ook een recept van Project Gezond. Zaterdag pasta met champignonsaus en spruitjes. Een recept. Eigenlijk stond die voor de maandag, maar ik heb dat omgewisseld. Omdat ik hier de boodschappen nog niet binnen had. Heb ik het gedaan met wat ik, wat ik heb. Of wat ik had. Zondag rundestoof met bier. Dus ja, vandaar de bier ook in de shoplog. Dus dat is ook een recept. Dus ja, een aantal rare recepten. Ik denk ook best wel een beetje moeilijk misschien. Dus vandaar dat ik die ook in het weekend heb gepland. Dan heb ik er wat meer tijd voor. Door de week probeer ik een beetje de recepten zo te maken. Dat ook de kinderen mee eten. Mijn kinderen het lusten. En in het weekend, ja. Weet je, ze eten ook niet altijd allemaal mee. Dus, maar ik wil het dan wel even proberen recepten. Zelfs met spruitjes. Want ik lust geen spruitjes. Maar ik wil het recept toch wel proberen. Ja, dit waren de boodschappen weer. En alles van Project Gezond ook. Laat even weten als je ook het nieuwe boek hebt. Ik weet dat heel veel kijkers ook Project Gezond hebben gedaan of doen. Of inmiddels is hier al 3 kilo af. Dus ik ben blij. Ik blijf volhouden. Het is voor mij de 2e week. Ik heb nog 1 week van een ander boek gedaan. En toen het nieuwe boek uitkwam, meteen het eerste weekmenu van deze gedaan. Dus ik ben super blij. En ja, ik blijf nog even volhouden. Ik dank je wel voor het kijken naar deze shoplog. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Belletje aan te zetten, dan mis je geen enkele vlog meer.
Ik wens jullie een heel fijn weekend. Laat me weten wat jullie gaan eten deze week. En ik zie jullie volgende week weer in een shoplog, vlog of een andere video. Doeg!